Ik ben Peppa Pig. Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Pig. En dit is papa Pig. Peppa Pig. Schaatsen. De familie Pig gaat vandaag schaatsen. Dit wordt te gek. Peppa en George hebben nog nooit eerder geschaatst. Dus, George, jij kan vast nog niet zo heel goed schaatsen. Dus doe maar wat ik doe. Ik weet zeker dat we het allemaal best kunnen. Ja, en dan vooral ik. Eerst hebben we schaatsen nodig. Op de ijsbaan moet iedereen schaatsen aan. Dag, mevrouw Konijn. Hallo, mama Big. We willen graag wat schaatsen bij je huren. Alsjeblieft. Dank u wel. En veel plezier ermee. En daar zijn Suzie Schaap, Kelly Konijn, Henkie Hond, Zoe Zebra, Kaatje Kat, Olivia Olifant en Pedro Pony. Peppa's vrienden kunnen al heel goed schaatsen. Nee. Peppa wil ook gaan schaatsen. Wow. Hallo allemaal. Hallo Peppa. Is dit de eerste keer dat je gaat schaatsen? Ja. Zal ik je laten zien hoe dat moet? Nee, bedankt hoor, Suzie. Ik denk dat ik wel weet hoe ik moet schaatsen. Oké, kom mee dan. Oeh. Dit is onmogelijk. Ik heb er absoluut geen zin meer in. Ik glij steeds uit. Doe maar rustig, Peppa. Iedereen glijdt wel eens uit als hij gaat schaatsen. Zelfs ik val wel eens. Kijk maar. Oepsie poepsie. Hoho. Gekke papa. George, zou jij willen schaatsen? Nee. George heeft nog nooit eerder geschaatst. En hij is een beetje bezorgd. Ik pas nu wel even op George. Dan kan jij Peppa leren schaatsen. Schaatsen is heel makkelijk, Peppa. Je duwt met je voet en glijdt. Duw, duw, glij. Zie je? Duw, duw, glij. Duw, duw, glij. Dit is makkelijk. Ik kan het nu wel verder zelf, mama. Duw, duw, glij. Duw, duw, glij. Goed zo, Peppa. Kijk mij eens. Ik kan schaatsen. Peppa doet het echt hartstikke goed. Ja, ik ben een goede lerares. Niet zo hard, Peppa. Straks bots je tegen iemand aan. Geen paniek, mama. Ik ben heel erg goed in schaatsen. Oh, waar zit de rem? Oh nee, ik ben vergeten uit te leggen hoe ze moet stoppen. Uh-oh. Ah, ik kan niet stoppen. Kijk uit. Wow. Mama Pig heeft je leren schaatsen, maar ik heb je geleerd hoe je moet uitglijden. Ja, ik ben heel erg goed in uitglijden. George, wil jij soms ook leren schaatsen? Nee. Kom op, George, het is leuk. Ik leer het je. Eerst moet je dus Oei! George, kom terug. Ik ben nog lang niet klaar met uitleggen. Wat een verrassing. George kan fantastisch schaatsen. Wauw, moet je George zien. Dat is heel goed, George. En nu moet je leren hoe je moet stoppen. Goed zo, George. Je bent fantastisch, George. Ja. Dat was heel erg goed, George. Voor je eerste les dan. Kom op, lekker schaatsen. Ja! Peppa en George zijn dol op schaatsen. Iedereen is dol op schaatsen. Mama en papa leerden mij schaatsen, maar ik leerde George. Peppa en haar familie gaan kamperen. Ik ben dol op kamperen. We zijn er! Hoera!
Peppa, George, dit is de tent die ik had toen ik nog een biggetje was. Papa, hoe maak je daar nou een tent van? Geen zorgen, Peppa. Ik ben een kei in kamperen. Mama Big, gooi de tent maar over de stokken. Kijk eens aan. Makkelijk als wat. Oeh. Zijn die haringen nog nodig? Natuurlijk. De haringen vergeten. De haringen houden de tent overeind. Klaar. De tent ziet er maar klein uit. Hij was groot genoeg voor mij toen ik een biggetje was. Maar hij lijkt inderdaad wel klein nu. Dat komt omdat je groter gegroeid bent sinds die tijd, papa Big. En je buik die is nog het meest gegroeid. Over buiken gesproken, tijd om te koken. Ja, ja! Eerst moeten we hout sprokkelen voor het kampvuur. Yippie! Peppa en George helpen papa Big met sprokkelen van hout voor het kampvuur. George, ik raap de takken op en jij draagt ze. Hout sprokkelen is leuk. Mooi, dat is genoeg hout. Dit wordt een mooi kampvuur. Ik ga het aansteken. Hier zijn lucifers. Ho, ho, die zijn niet nodig. Papa, hoe wil je dan het kampvuur aansteken? Nou, op de ouderwetse manier. Door twee stokjes snel over elkaar te wrijven. Papa Big wrijft twee stokjes snel over elkaar om het kampvuur aan te steken. Waar is het vuur nou, papa? Even nog. Hoera! Hoera! Makkelijk als wat. Nu kunnen we de tomatensoep gaan maken. Ah, moet je de natuur eens horen. Wat is dat voor een geluid? Het geluid van chirpende krekels. En wat is dat? Dat is een uil. Kijk, hij zit daar. Wauw. En wat is dat dan daar? Oh, ik weet het niet. Het is de buik van papa. Mijn rommelende buik is het mooiste natuurgeluid. Het betekent etenstijd. Ik ben dol op tomatensoep. Nou, ik ook. Nog een van papa Big's bijzondere natuurgeluiden. Hé? Wat? Kom op, kinderen. De tent in. Het is bedtijd. We passen er niet in. Daar is de tent te klein voor. Dat valt wel mee. Hup erin. Schuif eens wat op, mama Big. Papa, je bent te groot voor de tent. Geen probleem. Ik slaap toch veel liever buiten, hoor. Welterusten, papa Big. Welterusten, papa. Rusten. Welterusten, iedereen. Mama Big, Peppa en George slapen in de tent. Papa Big slaapt buiten onder de sterren. Ah, ik ben dol op kamperen. Slapen in de open lucht onder de sterren. Misschien was dit toch niet zo'n goed idee. Het is ochtend. Papa, het was lekker gezellig in de tent. Oh, waar is papa? Papa Big is weg. Arme papa Big. Hij vond het vast koud en nat. Maar waar is hij nu? Wat is dat voor geluid? Dat klinkt als snurken. Papa Big! Huh? Papa, alles oké? Ja, maar natuurlijk. Ik ben een kei in kamperen. Ik sliep in de auto. Malle papa. Ik ben dol op kamperen. Verven. Peppa en George gaan vandaag verven. We hebben wat oude kranten nodig om op tafel te leggen. Ja! Papa Big is zijn krant aan het lezen. Jullie mogen mijn krant pas hebben als ik hem uitgelezen heb. Oké. Okay. Hoera! Nu kunnen we gaan verven. Gekke George. Grote kinderen stoppen hun handen niet in de verf.
George is dol op met zijn handen verven. En Peppa is ook dol op met haar handen verven. Prachtig hoor. Mag ik een aardappel, mama Big? Maar ze zijn nog niet gekookt, papa Big. Heb je zo'n honger, papa? Nee, ik ga hem niet opeten. Kijk maar. Wat gaat papa Big nu doen? Oeh. En weten jullie misschien wat dit is? Dat is een bloem. Slimme papa. Toen ik nog een biggetje was, was ik dol op verven. Waar zijn mijn oude verfspullen gebleven? Papa, waarom heb je die rare muts op je hoofd? Dit is mijn baret. Daardoor krijg ik zin in schilderijen maken. Goed, wat zal ik gaan schilderen? Goeie keuze hoor, George. Ik maak een schilderij van de kerstboom. Wat is dat? Een schildersezel, Peppa. Hier staat mijn doek op. Wat is een doek dan? Dat is net zoiets als papier, maar dan speciaal voor schilderijen. Is dat tandpasta? Nee, Peppa. Dit is speciale verf voor volwassen schilders. Zo, met welke kleur zal ik beginnen? Rood graag. Waarom rood, Peppa? Omdat rood mijn lievelingskleur is. Maar als eerste moeten we de lucht schilderen. Kijk, wat voor kleur heeft de lucht? Blauw natuurlijk. Klopt helemaal. Dan begin ik met blauw. En nu de kersenboom. Ik neem groen voor de bladeren. Maar je hebt daar toch geen groen? Dat geeft niet. Want als ik de blauwe verf met de gele verf meng, wordt die groen. Als je blauw met geel mengt, krijg je groen. Oeh. Wat een mooie groene bladeren. En hier een beetje gras. Maar hoe zit het dan met de takken? Want we hebben geen bruine verf. Dan maken we bruin. Door groen met rood te mengen. Als je groen met rood mengt, krijg je bruin. Oeh. Papa Big schildert de boomstam en de takken. Wauw. Papa, mag ik de kersen schilderen? Tuurlijk, Peppa. Stop je vinger maar in de verf en druk hem dan snel op de boom. 1, 2, 3. Prachtig. Nu is George aan de beurt. Jij bent ook al zo'n goede schilder, George. Kijk, nu is het schilderij klaar. Hoera! Oh, daar zijn de eendjes. Hallo, mevrouw Eend. Wij maken een schilderij. De eenden rennen door de verf van papa Big heen. Foei, foei, stoute eendjes. Ga weg, foei. Blijf uit de buurt van ons schilderij. Oh nee, de eenden hebben allemaal pootafdrukken gemaakt op het schilderij. Oh nee. Wat was dat voor lawaai? Mama, de eendjes hebben ons schilderij verpest. Laat eens even zien. Nu maken de eendjes pootafdrukken in de tuin. Net zoals op het schilderij. Jullie schilderij is niet verpest hoor, Peppa. Het is perfect. Hoera! Oh ja, eigenlijk zijn wij hele goede schilders. En de eendjes dus ook. Thank you.